Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. Het is namelijk nummer 86. En in 86 ga ik iets heel vets doen. We gaan namelijk weer een klein beetje werken aan de 2.0 update. En ik heb een eigen projectje waar ik aan wil bouwen. We gaan natuurlijk ook nog even wat leuks doen bij Irma. En dat zie je allemaal na het intro. Oké, people, let's go to work. Zo, kijk nou hoe spacend dit is. Echt zo van... En we zitten hier... Je ziet het achter me. Dat is wel een leuke toevoeging, dat doek hier. Dat rode doek. Maar dit kunnen we eigenlijk wel een beetje vergelijken met het Disney doek. Wat daarachter hangt. Zo'n doek. Nee, dit is het theater waar ik mee bezig ben. En het theater is een... Eigenlijk iets heel groots wordt het. Het Disney Theater, als je VIP bent, heb je het vast en zeker al gezien. Als je bezoeker bent, weet je er nog helemaal niks van. Of heb je het al een keer voorbij zien komen. Maar het Muppet Theater wordt een ontzettend leuk theater. Want het is gewoon echt keihard gebaseerd op het... Ja, het echte Muppet Theater. En ja. En ik denk als deze aflevering online is gekomen, dat ik waarschijnlijk al bij de film ben geweest Most Wanted. En Most Wanted is natuurlijk de nieuwste film van de Muppets. En ik denk dat die film gewoon echt weer een baas wordt. Net als deel 1. Ik heb deel 1 niet ergens liggen. Op Blu-ray natuurlijk. Mooiste kwaliteit. En ja, de Muppets 1 was zeker geen slechte film. Dus als je hem nog niet hebt gezien, de Muppets is een hele leuke aanrader. Nou, zoals je ziet maak ik dus een beetje hier een begin. Met een... even kijken hoe we dit gaan doen. Want hier ga je namelijk al naar het podium toe. Kijk, je komt hier binnen, zeg maar. Nou, hartstikke leuk. Van, hallo Kermit. En dan loop je door hier. En zeggen we, nou meneer de medewerker, ik wil heel graag een kaartje inleveren bij u. En zeggen we, dat kan. En dan geef je hem. En oh, hij heeft hem al in zijn hand. En dan in plaats dat je hem in de dispenser doet, kijk hij gewoon van, oh ja, dat is goed. En dan het potje gaat gewoon open. En dan kom je gewoon hier in een soort, infobalie wordt dit. Maar ik denk dat dit een heel leuk iets wordt. Dat mensen hier gewoon langs kunnen lopen. En dat ze dan gewoon kunnen loeren. Naar een stuk decor bijvoorbeeld. Want dat vind ik ook wel heel leuk. Dat ze gewoon langs een decortje lopen. Nou, dat decortje ga ik eigenlijk samen met jullie inrichten. Nou, en dat lijkt me leuk om dat zoiets in te richten. Zo op deze manier. Dat het ook schuin is allemaal. Ja, ik denk dat dat wel wat heeft. Nou, dan gaan we natuurlijk wat glas maken hier. Dus ik gebruik gewoon de glasblok. En die gooi ik zeg maar... Hier zo erop. Nou, omdat je op slabs niet kan bouwen, is het altijd een blokje hoger. Nou, kijk, dat maak ik dan nog een beetje hoger zo. Ik wil eigenlijk hier nog een kassa doen, maar die hebben we al aan het begin hebben we al een kassaatje staan. Dus hier komt gewoon een klein beetje decor. Zo. Ik maak hem niet te hoog. Ik denk zoiets als dit. Zo. Dat ziet er goed uit. Ik vind het leuk uitzien. Ja, het is wel raar dat die slabs hier zijn. Misschien dat we hem gewoon even wat breder. Ja, ik vind hem leuker als ze zo zijn. Maar het ziet er niet uit. Ik weet het. Zo dan. Ja, zo dan jongens. We doen het zo. Zo. Ik vind het ook een beetje... Ik vind het nog niet heel mooi. Ik haal dit weg. Ik ga hier wat anders mee doen. Ja, ik vind het zo... Het is zo op elkaar opgesloten. Vind je niet? Ik vind het zo... Ja... Het is zo afgesloten, weet je. Maar het is wel leuk dat je zo'n... Dat je hier kan kijken, weet je wel. Maar ik denk dat we dat met het glas niet moeten doen. Ik denk dat je, als je het glas gebruikt, dat je het heel erg afgesloten maakt. Dus wat ik dan ga doen, dat is een alternatief voor jullie trouwens. We kunnen iron bars gebruiken. Maar we kunnen ook fences gebruiken. En dan krijg je dus het idee van dit. Ziet er in mijn gevoel, in mijn ogen ziet het er ook heel leuk uit. Ja, ik denk dat ik de fences ga gebruiken. En dan, ja, zo. Ja, ik zou het zo doen. Ik dan, ja, ik zou dat zo doen. Ik weet niet of jullie het ook zouden doen. Maar dit ziet er wat minder afgesloten uit. En, ja, dat is wat meer opener. Dus wat ik nou ga doen is dat ik hier even dat dak erop maak, zo. Kijk, en dat kunnen we best de wild editen. Dus dan, maar dan wordt het al gelijk donker hier. Even kijken hoor, dan pak ik even de X. Zo. En dan zeggen we set... White. En dan zou ik eigenlijk dit ook hier moeten doen. Zo. En dan... Huppakee.
Set white. Zo, hoppakee. Nou, dat ziet er al leuker uit. Een grote, grote hoge kamer is dit. He, je komt binnen en je denkt van wauw, we gaan in het theater. En je gaat een hele lange gang door. En dan kom je dus in de volgende ruimte. Nou, dat is natuurlijk wel leuk, want dat heb ik met dat hout heb ik dat een beetje aan de zijkanten gemaakt. Dan vind ik het leuk als hier dus ook drie houten planken verschijnen. Want hier is die ook drie breed, dus hier ook. Kijk, dan hebben we het een beetje een brede gang. Daar hou ik wel van. Want in die gang kunnen we dan ook nog van die trappetjes van die sters neerzetten. Maar dat zijn een soort bankjes, hè. En die sters zou ik dan een heel leuke kleur maken. Ik denk of in het kwarts, wit, of gewoon in hout. Ik moet even kijken hoe het leuke eruit ziet. Even kijken, we doen deze. Ziet er wel leuk uit. Wit. Ik vind wit wel leuk. Ik vind het wel verfrissend bij dat decor staan. Ja. Nou, dat ga ik zo nog even kijken wat voor kleur ik ga gebruiken. Ik weet wel dat ik hem hier door laat gaan. Zo. En... even kijken hoor. Zo. En dan gebruiken we hier van die witte deuren. Plop, plop. Dat is allemaal afgesloten, hè? Dat is allemaal voor de medewerkers. Ik denk dat ik het leuk vind als we dit ook een plafond wit maken. Zo. Gewoon even kijken hoe het er van buiten van binnen uitziet. Zo. Dan maak je het plafond een beetje deze kleur. Deze moeten we een beetje omhoog laten gaan. Zo. Lalalala. Zo. En dan bouwen we dit erop. En dan zou ik hem vanaf hier zou ik hem af... nou, dat wit kan wel op zich. En dan zou ik dit door laten gaan zo. Het leukste is, als het kan, ik denk wel dat het kan, we gaan het gewoon doen in deze aflevering. We gaan het gewoon doen. Dat is, even kijken hoor. Oh, jullie zien alle leuke dingen, ja. Oké, dat is een beetje een verrassing nog, maar... ik kan me voorstellen dat jullie het nu niet meer een verrassing vinden, maar wacht maar gewoon af wat we van plan zijn. Set red. Kijk, en als we nou zeggen van... we doen dit zo. Een soort van snede erin maken. Dan lijkt het net alsof het een doek is. Hé, hey, hoe vind je dat? We kunnen best de world edit trouwens. World edit is de baas. Set 0. Die. Set. Ja, dat kan even niet anders. Dat moet even in de grond. Zo. Set 0. En als je dan dadelijk kijkt, dan lijkt het net een soort doek wat we hebben gemaakt. Fantastisch. Ik vind dat altijd zo mooi. Kijk, omdat natuurlijk, we zitten helemaal in theater, dus ik wil het ook een beetje die sfeer setting houden. En zo zie je dat we weer niet goed uitkomen. Dat vind ik echt wel heel erg balen dit. Waarom niet? Waarom is er nog een blokje? Verdik me. Nou, dat maakt helemaal geen reet uit op zich. Kijk, want als we natuurlijk... kijk hoor, maakt dat wel wat uit? Ik weet het niet eens. Nou ja, kom binnen hier. Het is verschrikkelijk donker. Ik ga er zo even wat glowstone lampjes halen. Zo. Kijk, daar hebben we even wat licht, jongens. Zo. Kijk, het ziet allemaal wat leuker uit, aangenamer uit. Kijk, dit is natuurlijk ook allemaal doek. Doek, 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 doek. Kom hier binnen. Halleluja. Wit plafond. Ik weet niet of het kan. Ik vind het wel aardig uitzien. Ik denk dat ik hem nog één omhoog had moeten doen. Denk je niet? Dat komt door dit, hoor. Kijk, als ik dit nou gewoon zo doe. Wacht even, hoor, mensen. Pickaxe. Pakken. Binnen staan. Hoppakee. Nou, het meeste is gesloopt. Ook de, zeg maar, de niet goede punten. Nou ja, niet zo heel veel. Moeten we even kijken, nou jongens. Die staat daar gevuld. Als wij dat witte spul pakken. Hier. Klinkt zo raar, hè? Als wij dat witte spul pakken. Nou, laten we even normaal doen, jongens. Kijk, en je doet een eentje hoger. Kijk wat een verschil dadelijk hoe dat eruit ziet, hè? Als wij dan zo... zo. Dan pakken we het rood. Dan sluiten we mooi op aan. Weer zo. Oké, en dan dit nog even fixen. Bla 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 bla. Kijk, het oog is weer wat breder. Zie je het? Het oog wat fijner.
Ja, ik vind het veel beter. Een blokje hoger. Maakt het wat groter. Deze foyer heet het toch? Foyer. Ja, ik weet het niet eens. Ik denk het wel. Nou, deze blokjes die pakken we gewoon met de bel. En dan pakken we natuurlijk weer gewoon het command. Zeg maar zet 5.5. Vincent, waarom ben je dat allemaal met je hoofd? Dat is handig. Dat is heel handig. Oké, wat we nu kunnen doen is... dit allemaal vullen met carpet. Want hier, uiteindelijk kom je naar binnen. Dus dan wil ik dit ook vullen met rood. Nou, het moet wel een beetje een pad zijn, hè? Wat je uitloopt. En dat rode carpet moeten we gewoon erin houden. Het is wel jammer dat je natuurlijk op carpet helemaal niks kan zetten. Dus zo plantjes of iets. Helemaal niks. Dat vind ik altijd echt het hele jammer aan de carpet. Zo. En misschien kunnen we hier zelfs een midden maken. En die midden gaat naar die attractie daar. Wow, jullie zagen wat. De Muppet draaimolen. Of de Muppet rups is het eigenlijk. Ik weet niet waarom je daar naartoe zou moeten. Daar is namelijk niks. Zo. Zet. Nou, je weet het weer. Zet 55. We kunnen even deze doortrekken nog naar achter. Ik weet niet tot hoever, maar ik doe hem even tot nu tot daar. Nou, dan kunnen we die carpet ook nog even afmaken snel. En... eens even kijken hoor. Dit gaat goed. Even wachten, want volgens mij... oké, dit gaat goed. Ja. Ik moest even wat controleren. Nou, hier komt hij ook 3. Dus dan zou ik dit... even kijken hoor. Dan moet dit... dit ook worden. Zo, dat kan ik even met de hand doen. Ook weer 3. En die loopt dan helemaal naar achter. Zo. Zo, dat loopt dan daar. Hier maak ik ook nog een poort, hè. Dat snappen jullie wel. Nou, dit ziet er leuk uit. Beetje... kijk, wat ik dan hier doe is af en toe een cauldron. Dat is natuurlijk onze prullenbakjes die we tot nu toe hebben. Nou ja, daar staat een deur. Dat is onrealistisch. Doe ik hem hier. Kan die net naast de deur. Zo, dit zou wel kunnen op zich. Beetje raar wat ik doe, maar het is wel leuk gevarieerd zo. Kijk, dit is leuk. Ja, dit komt mooi uit. Dan kan je daar nog 1 doen. Aan de overkant, 2 blokjes. Moet niet te druk worden, hè? Dat is het punt, hè? Mensen moeten wel lekker zitten. Zo. Daar nog 1. En waar was het ook weer? 2 blokjes ernaast. 1, 2. Ja, 1, 2. Dus ik krijg hier 1, 2, die. Zo. En ik weet niet wat ik daar kan doen. Ik denk dat ik, als ik deze hier doe, dat het heel krap wordt als ik daar ook nog dingen ga plaatsen. Ja, ik zou zoiets doen, denk ik, tot nu toe. Eventjes. Het ziet er wel aardig uit. Nou, hier komt natuurlijk ook eens een groot doek. Denk ik. Dit wordt gewoon een grote lobby met alleen maar doek. Denk ik. Voordat we de video gaan afsluiten, gaan we natuurlijk nog wel wat leuks doen. Want ik had beloofd om even langs Irma te gaan. En Irma. Hallo. Hallo, kan ik naar jou teleporteren? Ja hoor. Sta jij op een plek dat je kan zeggen van wauw, dit is een mooi startersplekje. Dit is een mooi startersplekje waar mensen het kunnen zien wat ik heb gemaakt. Ik zal eens eventjes ernaartoe vliegen. Mooi. Nou, dan ga ik nog eventjes hier verder. En nou, ik ben er wel. Je bent er al, Irma. Moment, ik maak even deze af snel. Oké. Okay. Zo, en 3, 2, 1. TP. Dragon. Oké, okay. En we doen onze ogen dicht. Oké, okay, we staan hier inderdaad voor... Monsters University. Het park! En kijk eens wat een mooi parkje. Met ook blaadjes hier allemaal. En een boom staat zelfs... hier, die heeft zelfs geen onderkantje. Wat een rare boom trouwens dit. Wauw. Zit een beetje vliegende boom. Ja, een beetje een raar boom. Zo, nou. Apart. Ja, die hoort zo natuurlijk. Oké. Okay. Nou, heel mooi, Irma. Leuk dat je dit zo hebt gevarieerd. Nee, natuurlijk niet. Ja, mooi. We gaan even naar het goede gedeelte. Irma, ik zeg niks. Jij bent onze guide, dus onze leider. Jij leidt ons door je park en jij vertelt alles. En ik loop gewoon als een hondje achter je aan. Oké. Okay. Nou, dit is dus een nieuw gebied, Monsters University. Ben je? Nou, de vliegen, dat kan ik niet.
Oh, kan je niet vliegen? Ben je een eend die niet kan vliegen? Dat is wel zeldzaam. Zeg maar. Nou, en dit is fontein. En kraampjes, natuurlijk. Allemaal clubs waar je in kan schrijven, alleen zijn ze niet open vandaag. En ik was bezig eigenlijk met de huisjes. Dit is eigenlijk een van de meest geziene huisjes in de film. Waar we Usma kappen. Ik weet niet of jullie de film hebben gezien, maar dat is een team waar Mike en Sully ook in zitten. En zo. En wie weet. En dit is ook een huisje, maar dat is niet uit de film echt, maar dat is uit de game. En ik was eigenlijk bezig met dit huisje. Ja, een beetje groot huisje. Wordt het Leuk. leuk? Is een leuk model dit. Ja. Ja. Vertel. Alleen moet ik nog inrichten. Ja, en dit is een beetje het bos. In de film komt er niet echt een bos in voor, maar je ziet die toren wel als je naar de schrikschool kijkt. En daar zie je allemaal boompjes omheen staan, dus ik dacht, waarom ook niet hier een bos? Liggende appels zie je ook niet vaak. En even kijken. Willen jullie ook nog de schrikschool naar binnen? Weet niet of jullie allemaal de film he hebben gezien, maar dit is dan het lokaal waar ze altijd zitten. Tenminste. Is een beetje donker hier, maar dat is in de film ook zo. Nee, nee, nee. Ja, en daar hebben we. Trainkaart. En dat mogen jullie eigenlijk niet zien, hè? Dat is geheim. En daar zo hebben we nog de bibliotheek, die nog niet ingericht is, dus je kan daar nog geen boeken lenen. Nee, maar volgens mij kan je daar nog geen boeken lezen, hoor. Nee, volgens mij kan je daar nog geen boeken lenen. Mogen we al een stukje kijken? Ja hoor, natuurlijk. Als bezoeker kan je hier trouwens ook altijd komen. Ja, klopt. Nou, tof, Irma. Heel, heel informatieve, ja, noem je dat? Rondleiding. Heel mooi. Het ziet echt heel tof uit. Groot al. En ja, laat weten in de comments wat je hier ook van vindt. En dat dit allemaal natuurlijk ook bij 2.0 stiekem wordt. Maar dat je hier ook gewoon nu al als bezoeker en als VIP natuurlijk uiteraard gewoon naartoe kan. En er is nog niet een warp voor, maar dat gaat binnenkort zeker gebeuren. Houd het allemaal in de gaten. En we gaan de Monsters Universiteit verlaten. En ook deze video. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En doei doei! Doei doei!